In Nederland kennen wij een bijzonder recht. Het is in ons land namelijk best gebruikelijk dat je als werknemer invloed hebt op je werkomgeving. Meedoen aan de organisatie en je onderdeel ergens van voelen, dat noemen wij medezeggenschap. En die medezeggenschap is eigenlijk best bijzonder, want daar is in het verleden hard voor gestreden. De basis is gelegd voor onze CAO, een beetje aan het eind van de 19e eeuw, toen wij het kinderwetje van Van Houten kregen. En dat is eigenlijk een belangrijke stap in het begin van de arbeidersemancipatie. De arbeiders kregen door van als we ons verenigen, dan gaan we samen sterk staan. Medezeggenschap is dus best bijzonder. Maar hoe ziet dat er dan precies uit? En hoe laat je jouw stem horen binnen de organisatie waarvoor je werkt? Dat kan bijvoorbeeld met een ondernemingsraad of door lid te worden van een vakbond. Eigenlijk word je lid van een vakbond meer uit een soort ideologie. Je vindt dat werknemers aan tafel moeten zitten. Je vindt dat er tegenspraak moet zijn. Je vindt dat je gezamenlijk sterker staat dan alleen. En daardoor word je lid van een vakbond. En om ervoor te zorgen dat jouw arbeidsvoorwaarden worden meegenomen in een nieuw CAO, wordt erover onderhandeld. Medezeggenschap is dus een bijzonder recht in Nederland en daar mogen wij best trots op zijn. Ja, ik kan zelf niet begrijpen dat je voor zoiets belangrijks als je werk niks regelt. Wel voor je auto, je bent lid van de ANWB, je hebt overal verzekeringen voor. En voor je werk en voor je inkomen, waar je dat allemaal van betaalt, heb je niks geregeld. Zo vertel ik dat aan mijn buurman. En ik had het idee dat ik hem best overtuigd had. Benieuwd hoe medezeggenschap voor jou het verschil kan maken? Bekijk dan de vier inzichten van de MOOC Medezeggenschap.